Douaneambtenaren ervaren een schrijven van het ministerie van Financiën en Planning over vaccinatie als te zijn een verplichting. Joyce de Vlucht, voorzitter van de Douanebond, zegt dat het niet zo mag zijn dat ambtenaren verplicht worden om zich te vaccineren. In het schrijven is onder andere opgenomen dat er consequenties zullen zijn voor personen die zich niet laten vaccineren. Er zijn punten hier zo opgegeven binnen een schrijven van het ministerie. En sowieso, de bond zal nooit hierachter staan dat als functionarissen zich niet wensen te vaccineren of elke week. Ik heb begrepen dat je €75 of €80 moet betalen voor die, om te swabben. Als je niet kan confirmeren aan A en B en derhalve niet aan het werk verscheen, zal onwettig verzuim worden aangerekend. Het werkt niet zo. Het werkt niet zo. Je kan de mensen niet verplichten. Toch? Dus sowieso komt vanuit de vergadering dat men dit ook niet gaat ondersteunen. Je moet de mensen vrij laten. Toch? Het is hun keus. Er zijn heel wat uiteenlopende zaken waarom mensen niet willen vaccineren. Anders zijn misschien religieuze doeleinden, er zijn ook andere. Dus daaraan kunnen we niet komen. De Douanebond heeft afgelopen donderdag een algemene ledenvergadering gehouden waarbij er over dit punt is gesproken. Bondsvoorzitter De Vlucht zegt dat minister Armand Achaibersing de Douanebond na 8 november zal ontvangen om te praten over deze kwestie en andere problemen binnen de douanedienst.